Hallo, welkom bij een nieuwe vlog. Hier was ik in Drachten. En toen hadden ze alle straatnamen in twee talen op die borden geprint. Dus dat was wel overdreven. Maar je had hier wel zo'n heel laag straatnaambordje. Dus dat was wel grappig. Maar toen was hier ook juist een hele hoge stoel. Want daar kan je dan ook niet op gaan zitten. Dus ook wel zonde. En ze hadden ook nog van die schemerlampen kappen op lantaarnpalen. Dus dat was wel raar. Maar toen werd het wel lachen. Want toen zag ik Eetcafé de Lachende Koe. En toen ging ik naar links kijken. En toen zag ik de Lachende Koe. En hier had je ook een soort muur van schuim waar iedereen van die gaten in gemaakt had. En je had ook nog fucking E-mode, dus dat was wel grappig. En hier dacht ik dat er stond 1-0 kinderkleding, maar dat was een K, dus dat was wel verwarrend. En toen hadden ze ook nog zo'n soort koepel met heel veel bellen, dus dat was wel vet. Maar je had ook nog zo'n winkel of zo'n brasserie en dan hadden ze die tekst onderaan dat dak gemaakt, dus dat was best dom. En hier heb je de kleinste of de smalste winkel van Nederland. En je hebt ook nog een soort kanaal waar je dan overheen kan varen. Maar je kan ook vissen. En toen was hier zo'n typfout, want er was eigenlijk dis met TH. En je hebt ook nog hier waar Photoshop de naam van gejat heeft. En hier heb je ook nog een goede mindfake, want het leek net of er Bone stond. Maar toen stond er ineens B1. En hier heb je nog een hele mooie bril van allemaal dingen gemaakt. En je hebt ook nog zo'n winkel, maar ik kon niet lezen wat er stond. Dus wie weet wat hier staat. En hier heb je nog een rare combinatie van tabak en keukens. Maar toen hadden ze wel zo'n mooie wc voor in de woonkamer, voor als je wil kakken en tv kijken. En hier hebben ze Groot Café in plaats van Grand Café, maar hier is het wel Engels. En toen stond er ook ineens een aap op de stoep, dus dat was wel eng, toen durfde ik niet te langs. Maar je hebt wel allemaal winkels of woningen met hele kinderachtige kleuren nog, dus dat was wel kinderachtig. En daarachter zag ik ook best wel toffe dingen, maar dat was wel te ver om heen te lopen, dus ik weet niet wat het was. En hier heb je nog zo'n middelbare school, maar toen ging het heel hard sneeuwen, dus ik wilde niet heen, maar zij durfde dat wel en dan was het doei.